december staat bij de meeste Berghamdaren in hun agenda. De Berkse quiz gaat van start. Dit jaar met een nieuwe organisatie. Abracadabra bedacht de vragen. 138 teams deden mee aan de quiz, wat voor een gezellige drukte zorgde in de Bergplaats. Maar voor het zover was, hadden wij nog een vraag voor Dirk van Hees. Hebben jullie het heel veel anders aan de stilgestoken als de volgende groepen? Nee, ik denk niet dat je moet verwachten dat je een hele compleet andere quiz voor je neus krijgt. Dat was ook niet de bedoeling, want het concept dat was goed en daarom is het ook zo'n succes geworden, vinden wij. Hier en daar zijn er absoluut wat dingen aangepast. We hebben geprobeerd om onze eigen draai eraan te geven en om wat hier en daar wat dingen te vervangen en te verbeteren. En ik hoop dat het gelukt is. Dus we wachten af. De jongste bedenker van de quiz is er ook bij. Mijn zoontje. Dit is jouw zoontje? Ja. Je hebt ook meegeholpen, hè, jongen? Hoe lang denken jullie de organisatie te gaan doen? Zijn we nog niet helemaal over uit, maar sowieso volgend jaar nog. En vanaf dan willen we per jaar gaan bekijken of we het blijven doen of niet. Maar volgend jaar zijn wij sowieso nog van de partij. Oké. Er zijn 138 groepen, dacht ik zo. Ja, om en nabij. We hebben gisteren nog één afmelding gehad. Er zijn ook nog teams later nog bijgekomen. Dus hoeveel er precies uiteindelijk nu gaan meedoen, dat gaan we nu tellen. Maar ja, rondom dat aantal zullen we ongeveer wel komen, denk ik. Ja. En de buitenopdrachten, kun je daar al iets over vertellen? Want nou zijn de mensen toch weg, dus nou kan het. Daar wil ik nu nog niet te veel over zeggen. Het is wel vervelend natuurlijk dat het zo glad is en zoveel sneeuw ligt. Maar daar kan ik nu nog niet zoveel over kwijt. Maar ik denk dat het wel heel leuk gaat worden. Oké, ik zou zeggen heel veel succes vanavond. Zenuwachtig denk ik niet meer. Nee, dat valt nu wel weg. Van tevoren wel een beetje moet ik zeggen. Maar nu is het... Nee, de zenuwen zijn nu wel weg. Ja, oké. Absoluut. Bedankt. Jullie waren de laatste die de quiz op kwamen halen. Is dat echt hoor? Dat is echt hoor. Ja, we gaan tijd zetten. Ik denk, gooi dat niet in die drukte zorg. Maar de laatste die de quiz ophaalt en het eerste in de einduitslag? Nee, zeker niet. Zeker niet. We zijn altijd een beetje achterin. Achterin? Achterin. Ik weet niet hoe we het team zitten meedoen. Ja, hij houdt er maar 10% van. Ik dacht iets van 140, maar... Oh, dan zitten wij aan 120, denk ik. Oké. Schattig, hè? Schattig. Ja. Oké, Lambert. Heel veel succes. Ik neem aan met Oud-Prinsen. Ja, een gedeelte ervan, in ieder geval. Want we hebben allemaal clubs en diverse andere vrienden. Dan zitten ze ook bij een club in elkaar. Maar we hebben een mooi gezellig clubje. En dan gaan we nog proberen invulling te geven aan die vragen. Heel veel succes. Dankjewel. Houden wij. Hoi. Na veel geslipper en geschuif had iedere groep het quizboekje. Het denken, zoeken en overleggen kon beginnen. Wij gingen op zoek naar de vorige organisatoren van de quiz. Volledig incorrect. En we vonden ze ver weggestopt op de Angelenweg. Met hoeveel man zijn jullie? Volgens mij zijn we met een kleine 40 mensen. Een kleine 40 mensen? Ja. Daar is veel vrienden, Leo. Jullie zijn hier. We waren net al bij de intree. Zijn er nog elders in het gebouw ook nog mensen? In het gebouw niet. We hebben op verschillende plekken ergens anders nog wel wat hulplijntjes zitten. De echte specialisten die in rust willen werken. En daar is het voor de rest. Ja. Bij de intree hadden ze het puzzelgedeelte. Wat hebben jullie? Wij hebben entertainment. Dus wij zitten hier naar mooie damesbillen te kijken. Dus wie hebben het dan beter geregeld? Ja, de puzzels of wij? Goed geregeld. Is het voor jou heel veel anders om aan deze kant te zitten nou? Ja, het was de afgelopen dagen heel veel rustiger in ieder geval. Want we hoefden helemaal niks. En vandaag hadden wij ook gezonde wedstrijdspanning. Die hadden we bij het maken natuurlijk ook. Want het is toch net wel even iets anders. Dit is ook heel erg leuk om te doen.
De Bergse quiz is altijd leuk om te doen, toch? Ja, ik denk het wel. Om hem in elkaar te zetten was leuk en om te maken is ook heel erg leuk. Dus win-win dus. Hè? En nou nog hopen dat we er ook nog iets van maken, want dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Ja, maar, jullie gaan natuurlijk voor de eerste prijs. Ja, dat moeten we altijd proberen. En of het dan lukt, dat zien we wel, maar we moeten al proberen. Maar de eerste vijf zou ook leuk zijn. Ja hoor, dan zijn we dik tevreden, denk ik. Toch, jongens? Oké, Lart, heel veel succes. Dankjewel. Verder ging onze reis weer, op weg naar de Martin Luther Kingstraat. TV Berchem is hier bij... De Blokkers. Familie Bloks. En met hoeveel personen nemen jullie deel aan de quiz? Wij zijn met z'n 15 of z'n 16, daar moet ik om liegen. Maar tussen de 15 en 20. En hoe is het verdeeld? We hebben allemaal de categorieën bij elkaar geraapt en uitgedeeld. En proberen nu eerst je eigen categorie op te lossen. En dan wat er nog overblijft gaat dan verdeeld worden over de rest. Dus op die manier proberen we de strijd te winnen vanavond. Oké. Dus jullie gaan voor de bovenste plaatsen? Natuurlijk. Voor ons is winnen belangrijker dan meedoen. Hè? De Olympische gedachte. Dat is de waarde. Daarom gingen we van de 13e naar de 13e plaats. Nou, 13 van de 140 is toch niet slecht, dacht ik? Nee, zeker niet. Maar we hebben de afgelopen jaar steeds in de top 10 meegedraaid. Dus we vielen vorig jaar een beetje tegen. Dus we hopen dat de nieuwe organisatie ons een beetje goed gezind is. Dat we nou weer die stap terug kunnen maken. Dat is het plan in ieder geval. Oké, bedankt. Graag gedaan. Janneke, wij zijn hier bij de naam van jullie groep. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Daarom zei ik net. De hulptroepen, die kunnen het natuurlijk wel vertellen. Iets voor de gezelligheid of zo? Ja, iets voor de gezelligheid. Doen wij. Voor de gezelligheid. Ja, wij doen voor de gezelligheid mee. Dan houden we het door op. Ja. Dit is natuurlijk niet het eerste jaar dat jullie meedoen. Voor het hoeveelste jaar doen jullie mee? Nou, ik ben hier nu voor het vijfde jaar, denk ik. Maar volgens mij deed deze groep al veel eerder mee. Dus volgens mij vanaf het begin, vanaf nog voordat Volledig Incorrect het organiseerde. Dus die groep die het daarvoor deed. Vorig jaar, het hoeveelste ben je toen geworden? Nou ja, ik zeg, wij doen mee voor de gezelligheid, dus dat weet ik nog eens niet hoeveel we zijn geworden. Ergens onderaan, maar hoeveel? Nee, we doen echt een gezellige avond en... Ja, hoeveelste we worden, dat is eigenlijk minder belangrijk. En met hoeveel man zijn jullie bezig? Man en vrouw natuurlijk. Nou, hier binnen volgens mij een stuk of 15. Dan hebben we nog een paar in de buitenploeg. En mijn neef Stijn die zit op de WhatsApp. Dus die doet vanuit zijn woonplaats mee. En dan hebben we nog vanuit Wijchen. En dan hebben we nog her en der wat hulplijnen. Dus alles bij elkaar denk ik wel een man of 20. Oké, dat is toch een mooie groep. En jij zit niet aan de computer, maar jij doet de puzzels, zie ik. Nou, ik heb mijn computer hier, dus die is wat kleiner. En ik heb veel app-contact en ik ga dadelijk naar de Molenveld toe. Oké, terug naar school? Ja, terug naar school. Ja. Oké. Dat is lang geleden. Dankjewel. Frank, de naam van jullie groep. Ja, is een beetje toei en een beetje brouwer. Omdat wij voor een gedeelte van CV Goed Toei zijn, de carnavalsclub uit Knollenrijk. Maar toen wij begonnen, deden er ook een paar brouwers mee. Ome Willy en ome Brort en mijn schoonmoeder. En mijn vrouw is natuurlijk ook eentje van de brouwer. Alleen door de jaren heen is het brouwergehalte een beetje gezakt. En het Goed Toei-gehalte een beetje gestegen, maar wij hebben nog steeds dezelfde naam. Oké. Okay. En... Ik zag toevallig toen straks een vraag voorbij komen over een oud raadslid. Er was een foto. Hij was bij voetbalclub Berchem was hij behoorlijk actief geweest. Weet jij toevallig, want dat kun je gerust vertellen, want de uitzending is pas na de quiz, dus dan is het misschien... Ja, dat kunnen we nou vertellen. Alwin, je hebt die vraag gedaan. Wat was het antwoord? Dat was ome Lambert. Ah, ome Lambert. Ja, Alwin heeft die vraag gedaan. Ome Lambert was dat.
Oké. Ja. Met hoeveel man zijn jullie hier? Wij zijn met een kleine 20 man. Of ruim 15, het is me net goed bekend. met kinderen erbij en hond, er komen wel 20. Ja, het is heel veel computerwerk. Ja. Heb je nog hulplijnen die je nog kunt benaderen? Ja, we hebben een paar hulplijnen benaderd. Ze reageren niet allemaal. En we hebben een hele stapel boeken over bergen van vroeger en zo. Dus ik heb net toevallig met de directeur van de Lievekamp zitten appen. Om te kijken van, of ze iets wist van toneelspelers. Maar ja, het gaat redelijk goed. De buitenopdrachten, wie gaat er slibberen? Ja, volgens mij is er al... John van den Broek is al wezen slibberen. John, gaat het nog? Ja. Ja, John heeft nog... ja, hij is... wie gaat er dadelijk naar buiten, Barry? Want Barry is onze leider. Jij gaat even naar buiten. Oh, ik ga dadelijk de opdracht de molenveldschool doen. Dus ga ik naartoe glijden. Jij mag terug naar school. Ja, ik ben bang dat het CITO-toets wordt. Ik zou het echt niet weten. Nee, dat is ons niet meer. Kijk je even goed, hoor. Nee. Nee, dat is ons echt niet meer. Wie gaat er naar buiten, Barry? Ik denk zo'n degene met de beste levensverzekering waarschijnlijk, met dit weer. Jullie gaan voor een van de hoogste plaatsen? Ja, onze tijd is een beetje geweest. We zijn de eerste twee jaren zijn we in de top 10 geëindigd. Tweede het eerste jaar en daarna is van vierde of vijfde. Maar de laatste jaren kunnen wij, wij denken toch nog net een te klein team om tegen de geweld op te boksen. Zitten wij zo rond de 30e plaats elke keer, maar daar zijn we ook tevreden mee. Het is een gezellige avond. Ja, wij waren toen straks op een plaats en die hadden dus een dikke 40 personen. Dus. Ja, we zijn voor te klein. Als je echt mee wil doen om de prijzen, moeten echt zoveel man hebben, denk ik. Maar wij hebben wel 20 hele slimme personen. Ja. Doen wij mee voor de gezelligheid? Oh ja, ik hoor net dat wij meedoen voor de gezelligheid. Oké. De Olympische gedachte dus. Ja, Olympische gedachte. Winnen is belangrijker, wat was het ook alweer? Meedoen is belangrijker dan winnen, ja. Precies. En lekker eten en drinken, daar hoort er ook bij. Nou, oké. Mag ik u hartelijk danken en heel veel succes wensen. Ja. Voor de geheime opdracht gingen we dit jaar terug naar de schoolbanken. In basisschool Het Molenveld werd een heuse CITO-toets afgenomen. Hey Ben.